Ommen is ontstaan op een rivierduin bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Vecht. Dat is goed zichtbaar rondom het kerkplein, dat hoger is gelegen dan de straten ten zuiden en ten oosten van de Brigida-kerk. De kerk is het oudste gebouw van Ommen. In een document uit 1238 wordt de Brigida reeds genoemd. Na een brand in 1624 is de kerk op een deel van de muren na verwoest en heropgebouwd. Toen werd ook het klokkenhuis tegen de Brigida-kerk aangebouwd. De huidige toren is pas ruim twee eeuwen later, in 1857, aangebracht. Op het kerkplein staat een stadspomp zoals die er vroeger ook heeft uitgezien. Voordat er in 1826 stadspompen kwamen, waren er in de stad waterputten. Op het hoogtepunt waren er in Ommen 15 stadspompen. In 1927 werd Ommen op het waterleidingnet aangesloten en werden de stadspompen overbodig.